boer is aan het werk op zijn land. En ik ben bijna niks meer zien van de stof. Oh, daarachter is die. Ja. Foei. Nou. Onderweg nog weer even een service stationnetje meegepikt. Dus. Ja, die Fransen hebben een leuk dorpje. En zoals het bijna overal is, het is allemaal gratis. Ik las toevallig dat er in Apeldoorn een nieuwe camperplaats opende. Dat zal wel betaald zijn, zeker. Ja, zonder voorzieningen. Ik denk ze moesten zich toch schamen. Ja. Nederland moet altijd overal geld uithalen. Maar ja. Oh, dan kun je er daar uit. Dan gaan we er daar gewoon weer uit. Nou. Ja, dan staan we hier in, ik geloof dat het hier Le Péage heet. Dat is wel een gekke naam voor een dorpje, maar het staat er in ieder geval wel voor. En alweer een lekker band. En nu de fiets van Ellen. Dus ja, het gaat niet altijd over rozen met de camper ergens. Dus weer even druk. Als we het klaar hebben, dan ga ik even weer douchen. En dan zijn we er weer helemaal klaar voor vandaag. Ik ook douchen. Dat hoort erbij. Ja, we hebben een camperplaats hier langs een lateraal kanaal van de Loire gevonden. Weer een mooie stek om te verblijven. Band weer geplakt van Ellen naar fiets. En hij blijft hard, dus dat gaat helemaal goed. En ik ben nu even een videovlog aan het uploaden. En omdat we aardig door onze MB's heen kwamen, hebben we een MiFi aangeschaft. Hier hebben we gekocht bij Orange. Met een kaart erin. Van hier. En dan gaan we dat eens proberen. Want ergens wifi vinden, dat is ook allemaal vrij moeilijk. En de meeste die zitten op slot. En dan moet je weer een code gaan vragen en dat soort gedoe. En dus dat is het allemaal niet. Dus maar zo'n wifi, dat gaat heel goed. Tenminste, we hebben van de week ook al een filmpje geüpload. En dat gaat prima. Dus... dat wou ik even vermelden. Mocht er nog vragen zijn op of aanmerkingen, dan horen we het graag. Kun je onder de video kan je dat zo schrijven en dan krijg je antwoord. Ja, en zoals je weet met een duimpje, daar zijn we ook altijd blij mee. En een gratis abonnementje. Kan ook. En ja, we hebben in ieder geval eer van ons werk, want ik zag dat we al over de 700 abonnees hadden. Ja, er is een leuk visje gevangen hier. Ja. Een karper zijn. Wel een mooie. Ja. Dat is wel een mooie grote. Een karper. Dat was een grote vis, hè?
vissen ze ook mooi terecht hier op de camperplaats. Ja. Hij heeft twee hengels. Maar dat de campervissen, die bivakeren hier s'nachts. Oh ja. Daar is het Sunny Station. Zowel voor de mensen met de boten als voor de camperaars. Ja, en ik denk ook toiletten. En toiletten zijn er ook, ja. Voor degene die wil. Maar wij gebruiken alleen nog maar uitsluitend onze eigen toilet en douche. Ja. Dan zie je hoe de Loire loopt. Oh, en wij zijn dan hier. Ja. Hier, dat is het kanaal en dit is de Loire. Oh, ik zie jou ook. Zie. Ja. En Ellen, wat is dat allemaal? Zalm. Ellen? Ja. Wat is dat allemaal? Broodje zalm. Oh, mooi, broodje met zalm. Met sla en ik ben er nog een eitje aan het koken. Oké. Okay. Is gezond en lekker met de warmte. Hè? Ja. Mijn assistente gaat daar dan ook een wekker laten gaan. Dus ik hoop dat ze dat doet. Oké. Okay. Zo, de boodschap is weer binnen voor het weekend. We gaan het even inladen. Oké, ga ik nu binnen. Ga je een mondkapje weer aan doen? Ja, nou ken ik je weer. Boodschapjes zitten weer in de kastjes. Klopt. Microfoontje heb je. We hebben hem weer binnen. Gas geven. En kijken hoe we hier weer af van de parkeerplaats afkomen. En daar gaan we weer. Hier is de herfst al begonnen. Ja. Ja, maar dat begint. Ik zei dat al, als we weer terug gaan. We gaan er niet terug. Dat zie je. Nee, met die kant op. En? Heb je de vissen gevoerd? Ja. Mm. In de Doebe. In de Doebe. Dus er zijn vissen genoeg. Mm. Even weer een frisse neus gaan, want het is er weer warm, hè? En dan rijden we even weer een stukje verder. Mm-hmm. We rijden vandaag wat meer dan normaal. Ja, hoe komt dat? Omdat we door het... in het gele vak willen blijven. Ja. Tussen de oranje gebieden door deze kant op en dan zitten we weer beter, denk ik. En dan zien we zo die Vogezen en de Elzas. Ja, gaan we daar even kijken. En dan gaan we daar wel lekker slenteren nog even. Zo is dat. Oké. Okay. We hebben niet zoveel opname vandaag. Tenminste tot nu toe. Want tegen ons geloof in zijn we eigenlijk nu via de autobaan aan het rijden en dat is een beetje eentonig, er is er niet veel aan dus maar ja, we willen even een beetje snel richting of een stukje opschieten, we gaan nu richting Vesol en dus en dat was maar de snelste weg hebben we nu gepakt in plaats van binnendoor. Misschien nog een leuke tip voor sommige camperaars. Je hebt in de Google Play Store heb je de app de SkyMap. SkyMap. En als je s'avonds voor je camper zit met een lekker borreltje, dan was het hier in
Frankrijk in de hemel van de sterren. En met die app, de Sky Map, die hou je zo tegen de hemel aan. En dan kun je alle sterren die je ziet, kun je dan ook bij naam noemen. Dus je ziet Venus, Mars. En de zon. De zon en de maan, noem maar op, allemaal. Ook de sterrenbeelden. En dat is best leuk. En dat is gewoon, je kunt gewoon eigenlijk live meekijken. Dus ik zal een schermpje erbij inzetten met een voorbeeldje. Maar hij is gewoon gratis te downloaden in de Google Play Store. En ook bij Apple zal hij waarschijnlijk staan. En dus dat is SkyMap. Is heel leuk. Je hebt wat te doen en is mooi. Dus ik zou zeggen, aanraden, downloaden. Ja, wij kijken altijd naar de sterren, hè? Ja. En want nu met die warmte hier in Frankrijk zit je tot 's avonds wel bijna 12 uur buiten. En en dan zie je naarmate het later wordt steeds meer sterren. En op sommige plekken is het nog goed donker, heb je nog geen lichtvervuiling. En dus dan is dat heel leuk. Dus gewoon doen. Weer een heel mooi plekje aan het meer. Allemaal surfers. Frits gaat even de blokken eronder leggen. Want we staan een beetje scheef. Ik ga het je wel wijzen. Ja. Nou, dan gaan we goed blokken op. Ja, daar zit je er al op. Kijk, daarachter zit je er al op. Ja, bijna dan, hè. De surfles en met de zeilbootjes. De leraar zit erbij in een gewone boot. Als ik zo op mijn buik kom, ik het op. Toch weer een lekker plekje gevonden. De Tour de France. Ja. En wie staat daarvoor? Dat weet ik niet. Dat is een andere naam. Maar Tom Dumoulin, die moest een tijdrit rijden. Dat is het Yates. Nou, het eten is ook zo klaar. En ik krijg een keer eten. En jij krijgt een keer eten. Gisteren kreeg je ook eten. Oh, heb ik het toen ook niet gekookt? Nee. Oh. Moet je nou een grote zakdoek? Moet je nu een grote zakdoek? Nee. Omdat Dumoulin niet gewonnen heeft? Nee. Onze stadsgenoot? Die verliest nu niet. Ja. Kan dat wel goed?